Michiel, jij als Rotterdamse jongen, hoe kijk jij uit naar deze derby? Nou ja, niet zo heel bijzonder. Het is een clubje waar ik in de jeugd gespeeld heb. Dus dat is, maakt het voor mij ook nog enigszins apart. Maar voor de rest is het een van de. Toch, als je even in de statistieken gaat graven. Je hebt 5 keer tegen Excelsior gespeeld, 4 keer gescoord, 3 assists. Dat is wel een ploeg die je ligt. Sta je van te kijken, hè? Ja, ja, je bent mooi op de hoogte. Nee, ja. Het zijn leuke dingetjes, maar ja, als we morgen winnen, dan vind ik het allemaal prima. Het ligt ook gewoon aan hoe wij voetballen en hoe wij spelen. Hoe ik zelf in de wedstrijd zit. En, op het moment dat ik goed in de wedstrijd zit, dan kan ik in iedere wedstrijd scoren. Had het niet toevallig de afgelopen jaar tegen zo goed ging, daar ben ik blij om. En, maar meer ook niet. Ja, het gaat er ook om hoe je in je vel zit. Is dat een stuk beter na afgelopen zondag? Wat ik al zei na die wedstrijd, dat ik gewoon opgelucht was dat die goal aan de gevallen was hier. En dat maakt het enigszins iets beter dan die weken daarvoor. Maar goed, we hebben gewoon goed getraind. Ik heb ook gewoon goed getraind. Dus in die zin is er niet zo heel veel veranderd. Erik, als iemand weet wat het is om derbies te spelen, dan ben jij het wel, denk ik, hè? Ja, ja, zeker. Ik heb al een paar derbies gespeeld. Wat is de derby die het meest nog in je herinnering is gebleven? Ik denk dat PEC tegen de Eagles voor mij was de beste derby dat ik heb gespeeld. Ja? Dat was echt haat en nijd? Ja, ja, dat is een heel leuke derby. Ja. En wat weet je van deze derby, de Rotterdamse derby, Excelsior Feyenoord? Ja, is ook mooi om te spelen. Zeker als je tegen een ploeg die dezelfde staat, dat hij komt uit. Dus het zou mooi een leuke wedstrijd worden. Met jou, want je staat er de afgelopen wedstrijden in de basis. Ja, ja, inderdaad. Ik hoop vasthouden. Hoe kijk je zelf terug op het spel van de afgelopen tijd? Ja, ik denk dat wij hebben eindelijk goed gedaan. En een goede wedstrijd tegen Ajax en een mooie overwinning tegen Twente. We moeten doorgaan in de laatste blok tot de winterstop. Wat denk je van Excelsior? Wat is jullie verwachting voor die wedstrijd morgen? Een goede ploeg, heel georganiseerd ploeg, ook met sommige ervaren jongens. Dus daar is altijd moeilijk om te spelen. Een klein veld, kunstgrasveld. En ja, we moeten echt scherp zijn. Ja, maakt het jou nog wat uit, kunstgras of echt gras? Ja, er is verschil, maar ja. Dat moet geen excuus zijn. Ja. En onderschatting, ligt dat nog op de loer tegen de kleinere broer hier in Rotterdam? Nee, dat wij nooit doen. We moeten echt scherp de hele wedstrijd beginnen en alles geven. Wij moeten gewoon ons eigen spel spelen. En op het moment dat dat gebeurt, dan kunnen we ook gewoon winnen van Excelsior. Nee. Ik denk dat we geleerd hebben van ADO uit, waarin het wat moeizaam ging en dat je dan nog ongelukkig verliest. Maar goed, ik denk als wij gewoon ons niveau halen, dan moeten wij gewoon winnen van Excelsior. Ja. Kijk je dan uit, zaterdag, Woudestein? Ja, natuurlijk wel, omdat het zijn gewoon leuke wedstrijden, wat ik net al zei. Nog een klein beetje apart, omdat ik daar gespeeld heb in de jeugd en ben weggestuurd daar. Dus ja, dat maakt het nog enigszins leuk om daar te voetballen, ja. Nog revanchegevoelens om nu met de grote broer van Excelsior op bezoek te komen? Nou ja, dat ik al bij Feyenoord speel, dat zegt al eigenlijk genoeg, denk ik. Dus ja, dat heb ik niet extra nodig, nee.